We staan hier aan de voet van de Grande Colombier. Maar gisteren al deze fans hebben gehoord dat ze nu niet naar boven mogen op de beklimming. Maar wij hebben het geluk van deze accreditatie. Dus wat wij gaan doen, we gaan de boodschappen van deze mensen die hier allemaal zitten, gaan we opnemen om boven aan de renners te laten horen. Dan komen we bij de Belgen aan. Wisten jullie dat de bergen was afgesloten? Of? Gisteren wisten we dat, ja. Ja, gisteravond. Ons plan was om ergens te gaan staan op een berg. I think it's 1 kilometer ahead. Ja. This is close, so we prefer to stay here. We actually had the trip planned for like 3 weeks already. And we were planning on cycling up there. But we found out yesterday, unfortunately. But we still came. Yeah, yeah. We want to like hear from all the supporters like a rooting. Like that you all guys say like Nairo or Famous. So, yeah, all together. Yeah. Hoppa! Oké, dit gaat goed. Oké, 3, 2, 1. Colombia! 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 En nou, Nairo, Nairo. Nairo! Have fun! Bye bye! Ja, dit wordt echt een gigantisch feest. De Fransen die zijn groot, hè, maar de Colombianen die zijn ook echt goed vertegenwoordigd. Who are you guys supporting today? Warren Barguil. Warren Barguil. We are recording like support wishes, so if you can do like all together like for Wawa. Which is Wawa? Barguil. It's Barguil. Warren Barguil. 3, 2, 1. Wawa! 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 Allez, Walid! Rigo, Quintana, ale, ale, ale! Zijn we hier bij het Nederlandse bocht? Dus we hebben nu al Fransen, we hebben Belgen, Colombianen inderdaad al veel. Maar we moeten ook even wat Nederlanders hebben. Ah. 3, 2, 1. Hey, Geesink, Geesink! Hey. Succes hè, vandaag, veel plezier. We hebben alle boodschappen van alle fans hier verzameld onderaan de voet van de beklimming. Waar zij niet meer omhoog mogen, maar wij stappen nu in de auto, want wij gaan de beklimming op. Na een tijd zoeken hebben we onze bocht denk ik wel gevonden. Kijk eens man, wat een uitzicht op dat meer. Dan moeten ze hier het gevoel krijgen alsof er echt gewoon een mensenmassa staat. Maar er staat niemand. Nee, het zit één verdekte Duitser. Guten Tag! Voelt eigenlijk best wel bijzonder hè? Alleen op een berg. Je hebt niet het idee dat hier straks gewoon de grootste wielerronde ter wereld langs gaat komen. Nee, dit had ook gewoon een klein wedstrijdje in Nederland kunnen zijn. Devin. Ja? Ik hoor allemaal... Nairo. Hoe gaat het? Ja, ik ben even al die clipjes achter elkaar aan het zetten. Al die aanmoedigingen. En dan gaan we straks keihard hier op de autoradio aanzetten. En dan als ze hier door de bocht komen, dat ze dat dan allemaal horen. En dan denken ze van, hé, er zijn toch supporters. Dan voelen ze zich nog een beetje aangemoedigd. En kan ik nog verzoeknummertjes insturen? Ja, je kan verzoeknummertjes. Wil je Olly schreeuwen? Ik wil Olly schreeuwen. Come on, Olly! 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 Primos! Primos! Jasper! Let op de tijd! Looney Tunes! Looney Tunes! Looney Tunes! Pavel! Pavel! Vamos! 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 Venga. Gaan we dat weer erin knippen en dan hebben we het af, denk ik. Ga ik er een dikke remix van maken. Drop the mic. Heb jij dit nou, Matthias? Een reclamekaravaan van een lege berg. En nou, wie gaat al die dingen gooien? Naar ons hoop ik. Ah, Harry Bow. Wow, score! Onze supporters mix. Ja. Dat is goed, hè? Ik denk dat we er helemaal klaar voor zijn. De muziek staat op de boksen. We hebben ook nog even wat teksten hier op de weg geschreven. En ik hoor de helikopters hoor ik al komen. En er staat nog steeds helemaal niemand. Ja, kijk, daar zie je alle auto's rijden ook.
Kijk. Oh, Bernal in moeilijkheden. Die heeft support nodig. Bernal in moeilijkheden. Ik denk dat ze daar komen, hè. Rustig nog, Devin. Rustig. Daar zijn ze. Ja, nu. Jumbo-Visma. Aan. Hier, kijk, dit zijn die luchtshots. Komen ze? Oh ja. Oh, hier gaat. Jumbo-Visma. Pavel is sinds onze aflevering alleen maar aan het klimmen in de klassement, man. Ik was niet kijken of zo, man. We hebben niks voor Greg. Hebben we Greg vergeten? Alexa! Venga! Vol onbegrip. Dat waren ze allemaal. Ik heb echt. Oh, wat een rust ineens. Oh, wat een rust. Maar ik heb wel echt meerdere glimlachen gezien op het gezicht van de renners. Sagan onder andere. Ik was Sagan het mooist hoor. Die zat echt met een brede glimlach naar ons te kijken. Ja, dus ik denk dat het wel geholpen heeft. Het is jammer dat er hier niet meer mensen hadden kunnen staan vandaag. Ik denk, missie geslaagd. Dus doe allemaal even een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal. Want er komen nog veel meer video's in deze Tour de France. Dus au revoir vanaf de Col du Grand Colombier.